Dit boekje heeft mijn opa geschreven toen hij 70 jaar oud was. In dit boekje heeft hij zijn herinneringen opgeschreven van zijn kindertijd tot ongeveer zijn 30ste levensjaar, de periode van 1915 tot 1945. Dit boekje is net als tijdschriften, boeken, verhalen, voorwerpen uit het verleden, dus ook een bron die we kunnen gebruiken bij het bestuderen van de geschiedenis. Bij geschiedenistoetsen wordt vaak gevraagd om bronnen te analyseren. En word je gevraagd om te kijken of de bron bruikbaar is, betrouwbaar is of representatief is? Maar hoe pak je dat nou eigenlijk aan? In deze video leg ik je uit hoe je bronnen analyseert en kijken we naar de bruikbaarheid van de bron. Een bron is bruikbaar als je uit de bron informatie kunt halen die je kunt gebruiken om een onderzoeksvraag te beantwoorden. Om de bruikbaarheid van bronnen te kunnen bepalen, moet je eerst vaststellen waarvoor je de bron wil gaan gebruiken. Wat moet je onderzoeken? Dat is belangrijk, want een bron kan bruikbaar zijn voor de ene onderzoeksvraag, maar niet bruikbaar zijn voor een andere onderzoeksvraag. Bij een vraag op een toets of een examen staat de onderzoeksvraag er bijna altijd bij. Als je eenmaal weet wat je moet onderzoeken, dan kun je verder kijken naar de bron en stel jezelf daarbij de volgende vragen. Ten eerste, welke informatie geeft de bron? Kun je met de bron de onderzoeksvraag of een deel daarvan beantwoorden? Wees hiervoor de bron goed door en kijk ook in het bijschrift. Ten tweede vraag je je af of de bron betrouwbaar is. Nou, als je wilt weten hoe je daarachter komt, kijk dan mijn video over de betrouwbaarheid van bronnen. Een derde vraag die je moet stellen is, is de bron representatief? En ook over dit onderwerp heb ik een video gemaakt. En kijk deze video als je wilt weten hoe je, hoe je de representativiteit van bronnen beoordeelt. Op basis van deze drie vragen: welke informatie geeft de bron? Is de bron betrouwbaar? En is de bron representatief? Kun je nu gaan kijken of je de bron bruikbaar vindt voor je onderzoeksvraag. Als je vindt dat je bron wel of niet bruikbaar is, moet je dat altijd goed uitleggen waarom je dat vindt. En laten we dit even gaan bekijken aan de hand van het voorbeeld van het boekje van mijn opa. Stel je voor dat je onderzoek doet naar het leven van de Nederlandse bevolking tijdens de Tweede Wereldoorlog en je moet uitleggen dat deze bron bruikbaar is voor je onderzoek. Hoe pak je dat dan aan? Nou, de bron past natuurlijk in ieder geval bij het onderwerp, want mijn opa beschrijft in zijn herinneringen de periode van 1915 tot 1945 en daar zit dus ook de Tweede Wereldoorlog in. Nu moeten we dus gaan kijken naar de betrouwbaarheid en de representativiteit van de bron. De bron is voor het grootste deel betrouwbaar. Want mijn opa heeft de oorlog zelf meegemaakt en daar is in dit boekje zijn herinnering over opgeschreven. Alleen het feit dat de bron pas veel later is gemaakt, maakt het misschien wat minder betrouwbaar. Daarnaast is de bron ook representatief, aangezien de herinneringen van mijn opa niet over één gebeurtenis, maar over een hele periode gaan. En daarnaast beschrijft hij hoe het gewone leven voor het grootste deel in zijn gang ging. Uit je kennis over het leven tijdens de Duitse bezetting in Nederland weet je dat dit voor de meeste mensen ook het geval was. En dat is een extra reden om aan te nemen dat deze bron representatief is. Met andere woorden, deze bron is goed bruikbaar voor je onderzoek.